Hij doet hem, hij doet het, ja. Hierbij open ik deze bijzondere raadsvergadering en ik verzoek u een moment van stilte om ieder hier aanwezig in staat te stellen zich in overeenstemming met geloof of levensovertuiging voor te bereiden op de raadsvergadering. Dank u wel. Ik heb een afmelding van het raadslid mevrouw Koenen. En ik wil u vragen allemaal te gaan staan. Afgelopen maandag overleed onze ereburger Sjaak van der Zalm. Bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag besloot uw raad in 2013 hem het ereburgerschap te verlenen. Op de oorkonde staat: de toekenning is geschied als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, omdat hij door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op maatschappelijk, internationaal, muzikaal en politiek-bestuurlijk gebied zich deze verlening waardig heeft getoond. Zoeterwoude is Sjaak veel dank verschuldigd en vanmorgen hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Ik vraag u een minuut stilte om Sjaak te gedenken. Dank u wel. Ik wilde u even erop attent maken. Ik heb het niet zo op bloemen, ook al heet je bloemen. Dus ik heb een hele groentetuin als boeket gekregen. Die heb ik daar neergelegd. Dus daar zal ik van genieten. Ik heb begrepen dat ik het woord aan de griffier moet geven. Dus ik mag gaan zitten. Kijk ik toch even naar Lisbeth. Het is niet gebruikelijk dat een griffier spreekt tijdens een raadsvergadering. Maar het is vandaag dan ook een speciale gelegenheid en een zogenaamde buitengewone raadsvergadering. Jij neemt afscheid en gaat genieten van een welverdiend pensioen. Dat je afscheid neemt is voor mij ook best wel apart. Ruim 10 jaar heb ik met je mogen samenwerken en ik schat dat we bijna 150 raadsvergaderingen samen hebben meegemaakt en naast elkaar hebben gezeten. Daarom is het nu ook fijn dat we jouw laatste raadsvergadering toch, al is het een beetje op afstand, naast elkaar mogen zitten. Jouw manier van samenwerken zal ik missen. Toen ik in 2010 met je kennis maakte, toen zei je: nou, je hoeft geen telefoon van de zaak, want ik bel je toch nooit. Nou, dat klopte aardig. We hadden niet dagelijks contact. Maar we wisten elkaar wel te vinden als het nodig was. En we hadden wat dat betreft ook weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Vanmiddag mag ik functioneren als ceremoniemeester en ik heb daarom een paar huishoudelijke mededelingen. Lisbeth, jij had je afscheid anders voorgesteld. In ieder geval met meer mensen om je heen en met minder afstand. Maar door corona hebben we het programma gaandeweg steeds moeten aanpassen. En dat is jammer. Maar toch zullen we de huidige regels strikt moeten naleven in het belang van ons aller gezondheid en onze voorbeeldfunctie naar de inwoners toe. Gelukkig is deze bijeenkomst live te volgen en ook naderhand nog terug te kijken. Na iedere spreker zal de plek rondom de microfoon hier worden schoongemaakt. Wij verzoeken u allen om tijdens de vergadering te blijven zitten en als u weer gaat lopen een mondkapje op te zetten. Ik zal in volgorde de onderdelen van het programma aankondigen. En als we aan het eind gekomen zijn en Mathieu Paardenkoper heeft als waarnemend voorzitter de vergadering gesloten, dan verzoek ik u allen nog even te blijven zitten en de aanwijzingen van het gereguleerde vertrek op te volgen. Ja.
Dan mag ik nu het woord geven aan de heer Gerrit Goedhart, oud-burgemeester van Noordwijkerhout. Ik doe het maar zonder mondkapje. Lisbeth Bloemen neemt afscheid. Na bijna 16 jaar burgemeesterschap in Zoeterwoude. De indruk bestond altijd dat zij de gemeente Zoeterwoude persoonlijk in stand hield. Dus de vraag was, moet Zoeterwoude niet bij een pleeggezin worden ondergebracht, nu de burgermoeder Dorp en Rijndijk niet meer wil verzorgen? Nou, het antwoord is duidelijk. Er komt een nieuwe burgervader in de kleinste gemeente van Zuid-Holland. En dat wordt nog hard werken voor Fred van Tricht. Ik wil twee opmerkelijke dingen hier vermelden. Het eerste is dat Lisbeth mij heeft gevraagd om hier te spreken, terwijl ik al bijna 2 jaar in het schimmerrijk van de oud-burgemeesters verkeer. Ik ben al even lang geen voorzitter meer van de burgemeesterskring, waarvan Lisbeth de penningmeester was en ook nog de secretaris een tijd lang. Dat geeft aan dat Lisbeth zich langzamerhand meer op het verleden is gaan oriënteren. En dat is een zekere voorspeller van het einde van een burgemeestersleven. Je gaat steeds meer in de herinnering leven tot je zelf een herinnering wordt. Ja, mijn wederverschijnen is jammer voor de huidige voorzitter van de kring en voor de secretaris. Die hadden beide hun afscheidsreden al klaar liggen. Dus dat conflict heb jij ook nog opgelost. De secretaris die had het nog even willen hebben, dus de burgemeester van Leiderdorp, over deze kerk, waarom die wel gerestaureerd is en de katholieke kerk van Leiderdorp niet. Nou, het antwoord lijkt me wel duidelijk. Zij had als protestant nooit afscheid willen nemen in een katholieke kerk en jij wel. Dus de restauratie van deze kerk was zinvoller. Ik doe het met plezier om hier deze afscheidsreden te houden. Want ik verheug mij erop jou in het schimmerrijk van de oud-burgemeesters te begroeten. Ik kan wel meteen antwoord geven op de vraag of er nog een burgemeestersleven is na dit afscheid. Nee, dat is er niet. Je kunt wel door je dorp blijven lopen en iedereen begroet je nog allerhartelijkst. Maar het heeft iets onwezenlijks. Het is alsof mensen een herinnering begroeten. En dat geeft niet, want zoals gezegd, je leeft als schim van de oude burgemeester zelf ook in het rijk van de herinnering. Daarnaast kun je overigens nog best een gewoon mensenleven leiden, maar dat vereist toch een soort hergeboorte. En dat moet je dan weer helemaal van de grond af aan opbouwen. Dus dat wordt nog een hele inspanning. Het andere opmerkelijke feit is dat Lisbeth ophoudt op de dag dat haar werkzame leven begon. De meeste burgemeesters vergeten meteen wanneer ze burgemeester worden dat ze ooit iets anders zijn geweest. Maar bij Lisbeth is dat kennelijk niet het geval. Dat verplicht mij om hier vandaag jouw hele cv in beschouwing te nemen. Maar ik zal me tot de hoofdlijnen beperken. En dan valt meteen op wat de waarschijnlijke reden is dat Lisbeth hier niet alleen maar haar burgemeesterschap wil afsluiten, maar ook haar loopbaan. Dat is namelijk dat het burgemeesterschap van Zoeterwoude niet het hoogtepunt is van die loopbaan. Dat was bij jou niet zo en dat is ook bij jouw voorgangers niet geweest. Voor Amy Koopmanschap was dat haar voorzitterschap van Stadsdeel De Pijp in Amsterdam. Zij moest dus om burgemeester van Zoeterwoude te worden letterlijk de pijp uit. En voor Ad Havermans was dat burgemeesterschap van Den Haag. En hij had daarna duidelijk een moment nodig om weer op adem te kunnen komen. Nou, voor jou was dat jouw lidmaatschap van de Tweede Kamer van 22 februari 1994 tot 17 mei 1994. Nee, dat was het dus niet. Dat was 85 dagen lang of kort. Dat was eigenlijk te kort. Ik heb jouw cv daar overigens wel aan te danken, hè, van de parlementaire website, daar sta je op vermeld. Maar de functies die daarna kwamen, hoofdreiniging van de gemeente Den Haag en sectorhoofd verkeer en vervoer van de gemeente Haarlemmermeer. Je zou het misschien niet denken, maar dat waren 2 hele strategische topfuncties.
Tot de taken van het hoofdreiniging van de gemeente Den Haag hoort het schoonvegen van het Binnenhof. En als je dat grondig aanpakt, dan heeft dat zijn uitwerking op het hele land. Tot het gebied van het sectorhof, het verkeer en vervoer van de gemeente Haarlemmermeer, hoort Schiphol. En als je in zo'n functie een beetje principieel opstelt, dan zouden aan Schiphol nooit de vergunningen zijn verleend om zo uit zijn voegen te groeien als nu het geval is. Nee, dan was de Haarlemmermeer was één groot Zoeterwoude gebleven. Het zegt natuurlijk wel wat over jou dat jij in deze machtige functies het niet zo hebt ingevuld. Vanuit een eigen visie dat dat allemaal zo gebeurd is als ik het misschien nu te veel projecteer. Maar dat je je als een loyaal ambtenaar ertoe hebt beperkt om je bestuurders loyaal te bedienen. Jouw cv wekt overigens de indruk dat je beide functies tezamen hebt uitgevoerd, want er staat geen datum tussen. Dat zal wel niet. Het bewijst dat jij niet zelf dat cv hebt opgesteld. Maar die 10 jaar aan de top, dat verklaart ook voor jou wel waarom je het wat rustig aan wilde doen en burgemeester van Zoeterwoude wilde worden. Het is hier toch tuinieren in een klein paradijsje. Als je oog hebt voor detail en je geniet van kleine resultaten, dan is het hier ideaal. En Lisbeth is jurist, volgens mij bovendien dochter van een apotheker. Nou, dat is ook iemand van de details. Hè? 3 maal daags 1 tablet, zorgvuldig samengesteld. En dan wordt het vanzelf beter. En je was ook bij je collega's, was je bekend voor jouw oog voor detail. Als er in de samenwerking, in een gemeenschappelijke regeling in de streek, iets moest worden aangepast, dan werd dat voor de bestuurlijke behandeling altijd eerst even aan Lisbeth voorgelegd om de lacunes eruit te halen. Bij de financiële stukken gebeurde dat vaak niet. Ik heb het als penningmeester van de brandweer dikwijls verzuimd. En dat was dan ook de reden dat jij daar altijd vragen over had. Nou, bij de voorzitter van alle samenwerkingsverbanden in de regio, burgemeester Lenferink van Leiden, leidde dat wel eens tot irritatie. Het is overigens een interessante vergelijking tussen jullie twee, allebei uit het katholieke oosten van Twente en allebei ongeveer even groot. Jullie hadden zo broer en zus kunnen zijn. Lisbeth is dan wel het oudere zusje en Henri het broertje dat zich niet door zijn zusje wilde laten bemoederen. Jammer, want dat had Leiden miljoenen kunnen schelen. En Henri toch in ieder geval 2 burgemeestersketens. Want Lisbeth laat namelijk nooit wat slingeren. Want als je dingen laat slingeren, dan kun je geen postzegels verzamelen. Nou, postzegels verzamelen is iets wat wij allemaal hebben gedaan. Althans, de ouderen onder ons. Jongeren weten niet wat postzegels zijn. Maar de meesten groeien over dat postzegel verzamelen heen. We zijn te lui en te slordig. We hebben geen geduld voor dat priegelwerk. En we zien het nut er niet van in, maar dat is bij jou allemaal niet zo. Je bent onvermoeibaar, je let overal op en je hebt het geduld om een postzegel te scoren, te weken, te drogen en op de juiste plek in te plakken. Postzegelverzamelaars worden zeldzaam. Eigenlijk zou Lisbeth zelf verzameld moeten worden. Maar het verklaart ook waarom, ondanks de verwantschap tussen deze 2 burgemeesters, het niet tot een fusie tussen Leiden en Zoeterwoude is gekomen. Henri Lenferink die wilde nooit naar zijn zusje luisteren. Hij wilde zo nodig alles zelf blijven doen. Dames en heren, ik moet de rest van het cv helaas onbehandeld laten. Haar studie in Amerika bijvoorbeeld, waardoor je LL bent geworden, wat ik een vreemde afkorting vind, een soort extra large. Het is LLM. Oh, dan begrijp ik. Master of Laws is het dan. Ja, ja, ja. Goed. Dat staat ook niet goed volgens mij in het cv. Daar moet je toch nog wat aan doen. Het is de bron in ieder geval van jouw wereldwijde netwerk van vriendinnen en van jouw reizen daar naartoe. En van je geregelde afwezigheid hier in Zoeterwoude, wat op zich natuurlijk heel gezond is. Ik wil alleen nog even die allerbelangrijkste functie vermelden. Penningmeester van de burgemeesterskring. Jij zorgde ervoor dat na de excursies en de diners iedereen de rekening kreeg. En belangrijker nog, ook betaalde. Want behalve warm en betrokken was jij ook streng
en consequent. Je hield ons allemaal met de beide benen op de grond en je zorgde dat we samen dingen konden blijven doen. Lisbeth, van de kring krijg jij een afscheidsdiner aangeboden en de afrekening daarvan, dat gaat jou niks aan. Namens al jouw collega's, zij die nog moeten zwoegen en zij die inmiddels in het schimmerrijk van de oud-burgemeesters verkeren, waar jij nu ook toe overgaat, dank voor wat je gedaan hebt. Dank voor wie je was. En ook als oud-burgemeester zult blijven. Een bijzondere burgemeester en een mooi mens. En ik heb toch een bos bloemen voor jou. Ik kan wel begrijpen dat je niet van bloemen houdt als je zelf bloemen bent. Maar je moet er maar meer leren leven dat ik uit Noordwijkerhout toch een stevige struik heb meegenomen. Gemeenteraad, de heer Mathieu Paardenkoper. Even de bril op hoor. Het is dan, ondanks het grote lettertype wordt het al een zorgmotje. Wat hebben we hier? Mathieu, niet over de hangplek en de parkeerboete beginnen. Roel. Dank je. Mevrouw de voorzitter, want zo zijn wij gewend elkaar aan te spreken tijdens de raadsvergadering. We gaan tutoyeren. Is dat goed? Dank u wel. Lisbeth, collega raadsleden en genodigden. Het viel niet mee om 16 jaar burgemeesterschap samen te vatten, maar ik heb het toch geprobeerd. Ik hoop dat je goed zit, want het is een iets langer verhaal geworden dan ik dacht in eerste instantie. Want toen ik aan deze toespraak begon te schrijven, was het niet korter dan 16 pagina's. Totdat bekend werd dat het vandaag allemaal wat korter zou gaan duren. Dus de tekst is iets korter geworden. Op de kop af, 16 jaar geleden, werd Lisbeth Bloemen hier geïnstalleerd als burgemeester van deze prachtige gemeente. Eerst op pendelen tussen Den Haag en hier, werd Zoeterwoude na 5 jaar toch haar thuis. En volgens eigen zeggen blijft het dat ook. 16 jaar burgemeesterschap gaat niet altijd over rozen. Na 16 jaar zit er in elke weg hobbels en kuilen. Om er maar gelijk een paar clichés tegen aan te gooien. Geen wrijving zonder glans en diepe dalen zorgen voor hoge toppen. Maar eerlijk is eerlijk, vaak ging het goed, soms knetterde het ook, maar altijd op de bal en nooit op de man. Als burgemeester ben je niet alleen burgemeester, maar ook derde wethouder, voorzitter van de raad, voorzitter van het college, uithangbord in de regio, maar vooral ook burgermoeder. En dat heb je waargemaakt. Als burgermoeder was je de praatpaal waar iedereen zijn of haar verhaal kwijt kon en je probeerde waar mogelijk een oplossing te vinden. Gewapend met pen en papier, koffie en stoel zat je regelmatig op het dorpsplein of aan de Rijndijk, waar iedereen die dat wilde kon aanschuiven om een boodschap af te geven. Als je niet met koffie zat, dan was je wel ergens in de gemeente te vinden om papier te prikken of gewoon te wandelen. En juist die benaderbaarheid is wat iemand bijzonder maakt. Benaderbaar betekent ook dat je Lisbeth kunt bellen. Niet lachen, Fred, want jouw nummer heb ik ook. Lisbeth staat namelijk gewoon in het telefoonboek. En als je dan iets hebt, dan kun je gewoon bellen en dan staat ze je netjes te woord. Ook al is dat 3:30. Je kan hierom lachen, maar welke burgemeester kun je 3:30 bellen? Lisbeth stond altijd tussen de partijen, tussen de mensen, maar vooral boven de partijen. En boven de partijen stond je ook als raadsvoorzitter. En ook al ben je dan lid van de concurrentie, nooit heb je je politieke kleur door laten schemeren en ze horen het ook. Raadsvergaderingen had je altijd goed in de hand. En als we alles aan de bek vechten waren, dan klonk het: heren, als je elkaar niet laat uitspreken, is het onverstaanbaar en komt er niets op de band. En daarna kalmeerden de gemoederen weer en gingen we over tot de orde van de vergadering. Na de coalitievorming in 2018 kreeg ik als leider van de grootste oppositiepartij de functie van plaatsvervangend raadvoorzitter en nestor van de raad. Dat maakt dat ik hier vandaag mag staan. Lisbeth, je hebt altijd gezegd dat je veel van reizen hield en je ging niet altijd tijdens de recess op vakantie. 2 keer heb ik de raadsvergadering mogen leiden en dat waren dan weer 2 bijzondere keren. In de vergadering waarin de profielschets werd besproken, vroeg de commissaris wat het nou was om Zoeterwoud te zijn. Of wat het nou betekent. Dat kun je bijna niet uitleggen.
En je hebt zelf ooit gezegd dat je hier mag pas komen wonen als je ook vrijwilliger bent. En als je het goed doet, dan word je Zoeterwouwer. Lisbeth, je hebt bewezen een Zoeterwouwer te zijn. Je hebt je hart aan deze gemeente verpand en we hopen dat je nog lang bij ons wilt blijven wonen. Je hebt gezegd dat als je het weer kan, weer wil gaan reizen. En uiteraard wensen we je dat graag toe. Zoals je weet ben ik werkzaam in de transportwereld en zijn we geneigd de dingen te zeggen zoals ze zijn. Voor de buitenstaanders, dat wat ik nu ga zeggen is zeker geen belediging, maar ongeveer het grootste compliment wat je in het transport kunt krijgen. Lisbeth, je bent de top 5. Dankjewel. Dan is nu aan het woord de lokale burgemeester, de heer Ton de Gans. Genodigden, raadsleden, beste Lisbeth. Vandaag leg je in deze buitengewone raadsvergadering je ambt als burgemeester van Zoeterwoude neer. Straks draag je als teken daarvan de ambtsketen en voorzittershamer over. En volgende week zal je opvolger die op zijn beurt weer in ontvangst nemen. Die ambtsketen is in 1848 ingevoerd op voordracht van Thorbecke. Burgemeesters moesten een herkenningsteken dragen. De ambtsketen van Zoeterwoude symboliseert de gemeente en de gemeenschap. En hoe kan het ook anders? In de keten van Zoeterwoude zijn de Zoeterwoudse klavers verwerkt. Met een beetje creativiteit kun je de ambtsketen ook zien als een symbool van Team Zoeterwoude. Zo noemde je afgelopen dinsdag tijdens de afscheidsbijeenkomst de organisatie. Dat maakte je zichtbaar door als afscheidsattentie alle medewerkers een mondmasker te geven, net alsof je een vooruitziende blik had. Met daarop Team Zoeterwoude. Met de raad, het college en de organisatie vormen wij samen dat team waar jij bijna 16 jaar deel van uitmaakte. Als burgemeester, als burgermoeder, als portefeuillehouder en als betrokken inwoner. Bij je herbenoemingen als burgemeester gaf je beide keren aan niet te weten hoe lang je zou blijven. Eind vorig jaar was het dan echt zover en kondigde je vertrek aan. Voor jezelf had je in de planning van je afscheidsdatum rekening gehouden met symboliek. Op de dag dat je in 2004 geïnstalleerd werd, was er daarna een raadsvergadering. Nu zou er gisteravond een raadsvergadering zijn, maar vanwege de coronamaatregelen heeft de raad besloten om die niet door te laten gaan. Je afscheid gaat wel door. Met het nemen van afscheid was je de afgelopen maanden bezig onder titel Lisbeth ontmoet. Die manier van afscheid nemen is je op het lijf geschreven. Geen grote recepties en bijeenkomsten. Afscheid nemen van de inwoners, bedrijven en instellingen deed je kleinschalig en je genoot ervan. Van de directe contacten, het aangaan van verbinding, het betrokken en dichtbij zijn. En zo nam je afscheid op een manier die bij je past. En andersom geldt dat ook. Jij past bij Zoeterwoude en Zoeterwoude bij jou. De toenmalige commissaris van de Koningin, Jan Fransen, heeft net als de vertrouwenscommissie toentertijd de juiste keuze gemaakt, zo kunnen we rustig stellen. Als klein meisje wilde je al burgemeester worden. Je werd het voor het eerst in Zoeterwoude, maar dan wel bijna 16 jaar lang. En burgemeester zijn van Zoeterwoude was geen baan voor je, maar een levenshouding. Je hebt je ambt met verve vervuld. Respect voor je inzet, je dossierkennis, je betrokkenheid op je portefeuilles, zeker als die je interesse hadden. Je omschreef dat zelf wel eens als een portefeuillehouder met last. Leest alle stukken. Om het maar niet te hebben, en het is al eerder gezegd over je juridische kennis en de inbreng die je daarbij had. Zeker als het gaat om de al eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen.
En naast je wettelijke taken en je bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming, zet je je met ziel en zaligheid in voor thema's als jeugd en afval. Wees niet bang, mijn speech wordt niet een hele hagiografie. Je bent ijzersterk in het argumenteren, je hebt overal een mening over, maar soms kon je ook pijnlijk en vervelend kritisch zijn. Naar ambtenaren, naar collegeleden, maar zeker ook in regio-overleggen. Je stelde altijd de vraag, waar zijn we wel van en waar niet? Is dat wel onze rol? Welke taken en bevoegdheden horen daarbij? Ons als college wist je die vragen heel goed voor te houden. Als het ging om onderwerpen uit je eigen portefeuille die je passie hadden en ongetwijfeld ook zullen houden, was het voor jou niet de vraag, ben ik ervan, maar de uitroep, ik ga ervoor. En dan verenigde je een aantal rollen tegelijk in je. Portefeuillehouder, beleidsmedewerker en uitvoerder. Je weet zelf ook dat daar wel eens een diepe zucht over is geslaagd. Soms leek het er wel eens op of gelijk hebben en gelijk krijgen bij jou wel samenvielen. Of we dat nu lastig, kritisch of eigenwijs noemen. Wat je deed stond altijd in dienst wat volgens jou het beste is en was voor Zoeterwoude. Het beste willen bereiken en ervoor gaan staan. Het ging je niet om je eigen ego. Het ging niet om jou, maar om het beste voor inwoners, voor onze bedrijven, verenigingen en instellingen. En daarbij bleef je altijd jezelf, zowel qua gedrag als qua uiterlijk. Of, zoals je het zelf wel eens omschreven hebt, ik was er niet bij toen God ijdelheid uitdeelde. En vooral was je ijzersterk in je rol als burgermoeder. Dat deed je ook op je eigen, zeer betrokken wijze. Ik denk bijvoorbeeld aan 2015, de tijd van de vluchtelingencrisis. Je was sterk betrokken op de vluchtelingen die we mochten opvangen in de Klaverhal. En ook daarna had je met een aantal van hen nog steeds contact. Tegelijkertijd kon je ook stoer voor die groep gaan staan om te zeggen dat een aantal zaken die de groep uithaalde beslist niet door de beugel kon. Ook je bezoeken aan bruidsparen werden op hoge prijs gesteld. Verschillende verenigingen konden op je warme belangstelling rekenen. De muziekverenigingen, en daar hebben we er nogal wat van, hebben dat afgelopen dinsdag verwoord in een glossie die je eerder op ludieke wijze overhandig kreeg toen je een obade op het balkon van het gemeentehuis kreeg. Als er lief en leed in de Zoeterwoudse gemeenschap was, toonde jij je betrokkenheid. Door erheen te gaan of op zijn minst een kaartje te sturen. Na deze buitengewone raadsvergadering ben je ambteloos, maar betrokken inwoner van ons mooie dorp. Ik zei het net al, de ambtsketen als symbool voor de Zoeterwoudse gemeente en gemeenschap van Team Zoeterwoude draag je straks over. En het college wil dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Het college heeft namelijk de mogelijkheid om een persoon te onderscheiden met het toekennen van de Zoeterwoudse klaver. Voor die onderscheiding is door Giezengoud een gouden draagspeld ontworpen met daarop uiteraard een klaver. En die klaver wordt in bijzondere gevallen uitgereikt als blijk van waardering aan inwoners en aan niet-inwoners die zich op één of meerdere terreinen hebben ingezet voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap. Je jarenlange inzet voor Zoeterwoude, voor de Zoeterwoudse samenleving en het bestuur van onze mooie gemeente is aanleiding voor het college van in dit geval lokale burgemeester en wethouders om jou de Zoeterwoudse klaver toe te kennen. En ik mag hem natuurlijk niet opspelden, dus ik overhandig hem hier bij deze. En als je hem ook op wil spelden. Ik denk dat dat het handigste is, hè? Ja. Als hij scheef zit, dan zit hij scheef. Dan weten we waardoor het komt. Kan je hem zien zo? Ja. Zit goed, ja. Dank je. B.
Beste Liesbeth, ook al ben je wars van opsmuk en uiterlijk vertoon, we hopen, en je doet het al, dat je de gouden klaver zult dragen. Als onze blijk van dank en waardering voor je inzet in de afgelopen periode en tegelijkertijd als symbool voor je toekomstige blijvende betrokkenheid bij Zoeterwoude en de Zoeterwoudse gemeenschap. Namens het college nogmaals hartelijk dank voor je inzet en je betrokkenheid. Het gaat je goed en tot snel ziens. Dankjewel. We willen het. Natuurlijk, ja. Altaar. Liesbeth, je hebt, het is al in verschillende toespraken is het langsgekomen. Het stond ook in het raam van je kamer in gesprek met u. Je hebt je afscheid gedaan onder het motto Liesbeth ontmoet. En daarom hebben we als raad en als organisatie en als college ervoor gekozen om jou een ontmoetingsbankje aan te bieden. En dat ontmoetingsbankje dat wordt in twee delen uitgereikt. Dit is het bankje voor jou privé. Er zit een bordje op met ontmoetingsbankje. En het grote bankje dat kun je in de loop van deze maand samen met je opvolger in het stukje groen voor jouw huis kun je neerzetten. En ook met het bordje ontmoetingsbankje erop. Zodat ook op die manier ja, jouw verbondenheid, jouw betrokkenheid en jouw het telkens willen ontmoeten van burgers en inwoners ook op die manier een plaatsje krijgt. Alsjeblieft, namens Mathieu. Ja. Ja, dat is een mooi moment om daar op het bankje te blijven zitten. Bij de symbolische handelingen die net beschreven zijn, hoort natuurlijk ook, of gezegd zijn, hoort ook het fysiek overhandigen en overdragen van de hamer en de keten. En dat moment is nu aangebroken. Dus Mathieu en Tom. Ja, je zit wel lekker, denk ik. Maar ik denk dat je toespraak toch van achter de microfoon gaat. Ja, dat, het is al zover. Connie, dank je wel. Want het bodenkorps is natuurlijk altijd de groep mensen die zorgt dat je je werk kan doen. Voor ik aan mijn uitgeschreven speech begin, wil ik even wat reageren. Gerrit ging ervan uit dat ik, toen ik bij de reiniging zat, dat ik ook het Binnenhof reinigde. Dat was niet waar. Wat wij wel deden, was zand gooien op het Binnenhof. Voor de paarden op Prinsjesdag. En de Bosbloemer, dank daarvoor, die staat vanavond
voor mijn keukenraam. Want als ik bossen bloemen niet weggaf, dan zet ik ze voor mijn keukenraam. En dan kan dus iedereen die langsloopt genieten van de bloemen. Want ik ben zo vaak weg. Dat heeft niet zoveel zin. Dus kom even langs rijden. Leden van de gemeenteraad, collegeleden, broers, zus, twee petekinderen, oud-collega's en meekijkers via de streaming. Ik had voor vanmiddag het kind uitgenodigd dat als eerste geboren werd na mijn komst. Helaas liet ze vanochtend weten toch niet te kunnen komen. Anders hadden we vast hier een jonge vrouw van 15 jaar en 9 maanden gezien, voor mij als vertegenwoordiger van de jeugd. De jeugd die mij zo na aan het hart ligt. Het duizelt mij de laatste dagen. Nagenieten van 28 afscheidsbezoeken aan burgers, instellingen en bedrijven. Maar ook afscheid nemen van een ereburger en een vriend. Me voorbereiden op het leven als gepensioneerde. Maar ook telefonische stalking ondergaan. Dat gebeurt op dit moment. En er zijn nog enkele lastige inhoudelijke zaken die ik heb geprobeerd in juist vaarwater. Nee, jij bent het niet. Gedurende bijna 16 jaar heb ik als boegbeeld mogen fungeren. Dat heb ik met heel veel liefde gedaan. Tijdens mijn afscheidstournee heb ik keer op keer gehoord hoe benaderbaar ik ben. Dat is fijn om te horen. Dat kan alleen omdat ik ben wie ik ben. Iemand die houdt van mensen. En het mogen werken in een gemeente met ongeveer 8.500 inwoners gaf mij de mogelijkheid mijzelf in mijn kracht te zetten. De samenwerking met raad, college, organisatie en griffie maakte dat we allemaal binnen de grenzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, daar heb je hem, Tom. Dat was mijn mantra. Het beste konden doen voor onze burgers en bedrijven. Alle complimenten die ik de laatste weken mocht ontvangen, komen net zo goed ieder die ik net noemde. Dus raad, college, organisatie en griffie. Die komen jullie allemaal toe. Eén mens kan niet verantwoordelijk zijn voor alles. Zo werkt dat niet in Nederland en al helemaal niet in Zoeterwoude. Ik wil hier in het openbaar de inzet en kracht van Wilma Zoetemelk benoemen. Zij was als gemeentesecretaris er al toen ik kwam en is dat nog steeds. Wij zijn op dit moment beide de langst zittende vrouwelijke functionarissen in ons ambt in één gemeente. Zij ruim 20 jaar, jij als 20 jaar als gemeentesecretaris en ik bijna 16 jaar als burgemeester. Dat wil wel wat zeggen over de aantrekkelijkheid van Zoeterwoude als werkplek. Wilma, ik wil je hier ook in het openbaar danken voor je inzet, hulp en kritische blik. Vanaf mijn bureau op mijn kamer kijk ik op een van de banieren die voor het gemeentehuis hangen. Daar staat op gemeente Zoeterwoude, wijts, groen, ondernemend en sociaal. Wijts.
Wat mogen wij trots zijn op ons deel van het Groene Hart. Het prachtige polderlandschap van deze gemeente. Daarbij moeten jullie verder nadenken of, en zo ja, hoe we deze pracht open willen stellen voor gasten. Met het behoud van de waarde kunnen zij kennis maken met al dit moois. Grootschalig bebouwen is uit een boze, daar is geen discussie over. Maar de toekomst zal moeilijke afwegingen brengen. De klimaatverandering noopt tot keuzes. Zonneweiden, veel meer windmolens, niets. Het is eigenlijk wel jammer te zien dat de gemeenten in Holland-Rijnland-Verband die doen hun best bij het opstellen van een gezamenlijke regionale energiestrategie, terwijl dan provincie en Rijk eerder niets doen dan stimuleren. Groen. En dat is een andere groen dan het eigenlijk bedoeld is. Wij staan voor duurzaamheid en hebben daar de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Het Duurzaamheidsfonds heeft bijgedragen aan veel privé-investeringen. En we staan aardig hoog op lijstjes van duurzaamheid. Aan het begin van mijn portefeuillehouderschap afval had de gemeente jaarlijks ongeveer 1.000 ton restafval. Vorig jaar zaten we in de buurt van 350 ton. De bereidheid en inzet van de burgers levert veel milieuwinst op. Ik zal die ontwikkeling natuurlijk met veel aandacht volgen en doorgaan met extreem scheiden. Ondernemend. Het bedrijfsleven van Zoeterwoude heeft ook te lijden onder de gevolgen van corona. Maar zoals het een bedrijf betaamt, werkt men hard om te overleven. Ik ken Zoeterwoudenaren en de bedrijven als probleemoplossers. Het zijn hier geen probleemmakers. Vorige zomer en ook eerder deze week bezocht ik op enkele middagen een aantal bedrijven op het bedrijventerrein Grote Polder. En door de jaren bezochten wij ook als college verschillende bedrijven. De variëteit van die bedrijven was en is nog groter dan ik al wist. De komende tijd staat de verlenging van de BIS, bedrijven-investeringszone, weer op de agenda. Het is een mooi moment om te bezien wat de resultaten van samenwerken zijn. En laat ik de agrariërs niet vergeten, onder het kopje ondernemend. Veel melk wordt hier of elders omgevormd tot kaas, yoghurtdrank, ijs of gepasteuriseerde melk. En daarnaast hebben onze boeren nevenactiviteiten. Kamperen bij de boer, meerdere zorgboerderijen en er is, zoals ik dat noem, een heuse uitspanning gerealiseerd. Wat een ondernemerschap hebben wij hier. Sociaal. Het vierde woord op het banier is sociaal. Dat woord werd ongeveer 10 jaar geleden voorgesteld door de extern adviseur bij een bestuurskrachtmeting. Wij hadden er wat moeite mee, want wij houden er niet van onszelf op de borst te kloppen. Achteraf was het een goede keuze. Bij mijn installatie roemde ik het vrijwilligerswerk hier in de gemeente. 20% van de mensen is vrijwilliger, zei ik. Ik kan u verzekeren dat het klopt. Sjaak van der Zalm, die we zojuist herdachten, had er over de jaren tenminste 8 veelal langdurige vrijwilligersfuncties. De besturen die mij ten afscheid uitnodigden,
Het zijn allemaal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor ons Zoeterwoude. Zoals Ton al zei, voor mij was het verblijf van 150 vluchtelingen in de herfstvakantie van 2015 een hoogtepunt. Ik wist gewoon dat de organisatie het aankon. Ook al zeiden ze in het begin, wij weten dat niet. En ik wist ook dat de vluchtelingen gastvrij zouden worden onthaald door de gemeenschap. Er ontstond zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers. Met enkele van die gasten heb ik nog steeds contact. En nadat mij gevraagd werd iets over het burgemeesterschap te vertellen in het taalcafé, ben ik blijven hangen als vrijwilliger. Zo gaat dat. Dat gaat zo met heel veel mensen. Naast de vier woorden die op dat banier staan en die Zoeterwoude zo goed beschrijven, wil ik nog wat andere onderwerpen benoemen. Een jaarlijks belangrijk monument is de dodenherdenking op 4 mei. 15 keer heb ik in de dorpskerk de aanwezigen mogen toespreken. Dit jaar stond ik in de lege kerk. De speech werd opgenomen en die avond uitgezonden. 4 mei was en is voor mij belangrijk en emotioneel. Ik ontmoette, toen ik in Enschede werkte, Britse veteranen die daar gevochten hadden. En daar in Enschede kameraden hadden verloren. Wij bezochten hun graven en legde bloemen. Vanaf toen werd 4 mei voor mij voelbaar. Daarom verzocht ik het organisatiecomité om voor onze Zoeterwoudse veteranen een aparte plek in de kerk op 4 mei en in de stille tocht vrij te houden. Het realiseren van een moment voor Susanna Ikkersheim was ook een voelbaar moment. Een jonge Joodse vrouw aan de vergetelheid ontrukken was waardevol. Zij is niet vergeten. Zij woonde in Zoeterwoude, hier vlakbij in wat het klooster was. Niemand wist dat zij als enige Joodse vrouw hier woonde. En in 1943 werd ze opgehaald en afgevoerd. En haar naam staat nu op een steen op het gemeentehuis. Ik wil nog wat zeggen over openbare orde en veiligheid. De vaste portefeuille van de burgemeester. In het begin heb ik rampen verboden. En tot mijn vreugde houdt iedereen zich daar prima aan. Dat betekent dat ik slechts beperkte tijd hoefde te besteden aan deze portefeuille. Oké, je hebt de verantwoordelijkheid en ik heb zo'n 13 jaar alleen de 24/7 piket gedraaid. Pas de laatste jaren heb ik 2 van de 3 weekenden vrij. Maar de keren dat er opgetreden moest worden waren zeer beperkt. De laatste jaren komen er overigens meer zaken van mensen met, ik noem het maar even, ander gedrag. En dat geldt voor heel Nederland. Het geldt dus ook hier in Zoeterwoude. Mensen die aandacht en zorg behoeven. Ik heb zojuist mijn nooit gebruikte voorzittershamer overgedragen aan een plaatsvervangend voorzitter. Ik denk dat ik zo'n 160 raadsvergaderingen heb geleid. Dat staat geschreven, maar als Gerry zegt dat ze in 10 jaar wel 150 zit, dan moet het misschien wel 200 zijn geweest. En daar werden er maar een handjevol gesloten kort na middernacht. Meestal waren we eerder klaar. Er zijn zoveel gemeenten waar vergaderen tot diep in de nacht aan de orde van de dag is. Gelukkig hier niet.
Ik wil je vanmiddag de Raad danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Niet alleen besloot de Raad in 2004 mij voor te dragen, maar ook besloot u over mijn herbenoemingen in 2010 en 2016. Ook heb ik de ambtsketen overgedragen aan de eerste loco. Je moet hem straks wel even wat beter hangen, Ton. Dit kan niet. Je mag even oefenen het weekend. Ja. Het college vergaderde onder mijn leiding ongeveer 725 keer. Het is grappig om dit soort getallen uit te rekenen. Want terwijl je werkt, ben je daar helemaal niet mee bezig. Vorige week hadden wij een bijeenkomst met oud-collegeleden en secretaresses. Ik wil vandaag de vorige en het huidige college danken voor hun collegialiteit en humor. Ik neem nu afscheid als burgemeester van Zoeterwoude en van 40 jaar werken. Je hebt een deeltje kunnen vinden, Gerrit. Er is nog veel meer. Iedereen die hier woont of werkt, heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn talenten in te zetten voor u. Ik wil dan ook eindigen met het refrein van de ode aan Zoeterwoude. En ik dank u vanuit het diepst van mijn hart. Onze grasgroene polders, die blijven we trouw, want het zijn echte parels van mooi Zoeterwoude. Dankjewel. En dan zijn we bijna aan het eind van de raadsvergadering gekomen, die Mathieu met ons zal eindigen. Ik denk niet dat hij dat zingend gaat doen, maar we wachten vol spanning af. Nou, dat zingen dat beperk je tot de douche en zelfs daar is het niet verantwoord, dus laten we dat maar niet doen. Voordat ik inderdaad deze bijzondere raadsvergadering ga sluiten, is er altijd een speciaal moment bij het afscheid van een burgemeester. En dat is dat elke burgemeester in Zoeterwoude op een schilderij wordt vereeuwigd. Liesbeth, mag ik je vragen dat mooie groene doek weg te halen en eens kijken wat daarachter zit? En dit zal het schilderij zijn wat uiteindelijk in het gemeentehuis komt te hangen ter herinnering aan jouw burgemeesterschap. Gefeliciteerd. Daarmee komen we aan het einde van deze bijzondere raadsvergadering. Officieel is dit de sluiting. En ik verzoek u graag wel even te blijven zitten en de griffier, ceremoniemeester, zal vertellen over het weggaan en hoe. Dank u wel.